Alle honden verdienen natuurlijk goede verzorging, liefde en vooral heel veel aandacht. En op z'n tijd mag je ze best wel even verrassen hoor. En dat ga ik vandaag doen. Ik ga hier naar het dierenasiel en ik ga de asielhonden blij maken met deze geweldig leuke snuffelboxen. Ik kan niet wachten hoe ze gaan reageren. Let's go. Hi Dortje. Hi. Ik heb een verrassing voor de honden bij me. Wat lief. Ja. Het is voor jou ook de eerste keer hè, zo'n box? Ja, klopt. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht dat er heel veel leuke spulletjes in zitten voor de honden. Mm-hmm. Oké. Okay. Is het eigenlijk belangrijk om zo nu en dan je honden te verrassen? Ja, het is heel belangrijk. En zeker deze honden, want die krijgen het niet zo heel vaak. Dus die zullen wel heel blij zijn. Dan is het extra leuk. Nou, ik vind het super leuk. Ik ben ook erg benieuwd hoe ze gaan reageren. En ik heb ook een speciale verjaardagsbox bij, want ik heb begrepen dat we een jarige hebben. Ja, we hebben Lara, die wordt 10 vandaag. Dus super leuk. Nou, missie geslaagd toch volgens mij? Ja, geweldig. Wat er allemaal in zit. Ja. Nou, de honden worden er helemaal super blij van. Ja, maar vertel, wat heb je allemaal ontdekt in die dozen? Nou ja, dit biertje bijvoorbeeld voor de honden. Ja. Het is bier voor honden en een knuffeltje. Er zaten speeltjes in, er zaten wat snoepjes in. Mm-hmm. Super, de honden werden er super blij van. Let jij nog ergens op als je presentjes ontvangt? Nou, als ik wat in ontvangst mag nemen, let ik in ieder geval op dat het veilig is voor onze honden. Dat ze het met gemak op kunnen eten. En dat het speelgoed, dat ze er ook veilig mee kunnen spelen. Wat is het uiteindelijk nou een beetje zoals je had verwacht? Ja, als er weer een gelegenheid zich zo voordoet, dan ga ik hem zeker bestellen. Hi! Kom je snuffelboxen brengen. Helemaal leuk. Ja. Ga verder, kom Lies. Ja, doei. Super. Gaan we kijken. Lisette, hoe ben je eigenlijk bekend geraakt met snuffelbox? Via Facebook. Ik zag de voorgestelde reclameadvertentie en ik ben gaan kijken op de website. En uiteindelijk sprak me dat ontzettend aan en ben ik gaan bestellen. Het is een leuk product. En wat ik vooral, wat me het meeste aansprak, was dat het 100% natuurlijk was. Want wat is nou de eerste box die jij hebt besteld ooit bij Snuffelbox? De dierendagbox, om het uit te proberen. En dat was schot in de roos. Ja. Okay. Hoe is dat bestelproces gegaan en hoe werkt dat precies? Dat vond ik eigenlijk heel erg eenvoudig. Online, je wordt doorgeklikt naar de website. Daar staat in hele makkelijke stappen uitgelegd hoe het werkt. Mm-hmm. Dus gewoon stappen volgen 1 tot en met 4 uit mijn hoofd. En in een klik is het onderweg en besteld en wordt het bezorgd. En dan kun je gaan wachten samen totdat de pakketdienst komt. Ja. En je kan uit verschillende boxen kan je kiezen, heb ik begrepen. Dus de dierendagbox. Want welke box heb jij nu besteld? Ik heb de kwartaalbox nu besteld. En elk kwartaal een ander thema. Dus dat is, dat is gewoon heel erg leuk om dat te mogen ontdekken samen. Maar dan even een vraagje, hè? Want een hond kan natuurlijk niet praten. Nee. Maar stel dat hij nou iets niet lekker vindt of niet leuk vindt. Is daar dan nog wat voor geregeld? Ja, je kan heel goed aangeven of je hond een allergie heeft of dat ze iets niet mag hebben. Of het gaat ook op gewicht en op grootte van de hond. Ja. Dus dat kun je heel goed aangeven. Vond ik ook heel fijn dat je dat aan kan geven, mocht je een allergische hond hebben. Oh, dat is wel heel fijn. En ook achteraf bijvoorbeeld, hebben ze een soort van garantie? Of... Ja, die is er. Als het niet de kwispelproef is, als het niet naar tevredenheid, kijk, ze zit er al in, en naar tevredenheid van de hond is, dan die garantie die is er. Het duurt ook allemaal veel te lang voor hem, volgens mij. Worden, ja. Nou, ik zou zeggen, geniet van de box. Gaan we zeker doen. Heel veel plezier ermee en wellicht tot ziens. Dankjewel, helemaal goed. Nou Kim, ik heb vandaag een superleuke taak gekregen van Snuffelbox. Ik mag de verrassingsboxen langs gaan brengen. Dus ik heb ook jouw box bij me. Vertel, wat is jouw ervaring tot nu toe met Snuffelbox? Ik heb hem nou een aantal keer besteld en ik ben er wel zeer tevreden over de producten die erin zitten. Mm-hmm. Ze zijn exclusief, je kunt ze ook niet... Ik ben ze nog niet tegengekomen in de dierenwinkel, dus ik vind het wel heel leuk. Want Kim, jij hebt 2 honden volgens mij en ik zie ook dat jij een ander soort box hebt besteld. Ja, klopt, een duo box. Er zit een toevoeging aan, zitten wat meer producten in, dus... Dat ik allebei mijn hondjes kan verrassen. Precies, dan hoeven ze niet te vechten om hetzelfde product inderdaad. En wat zijn dan voor jou nog meer voordelen waardoor je zegt, joh, zo'n verrassingsbox, dat moet je echt doen? Nou, mijn hondjes zijn echt super enthousiast en ze spelen ook graag met de speeltjes die erin zitten. De snacks vinden ze ook heel erg lekker, daar stormen ze meteen op af. Yeah.
Wat ik ook heel goed vind is dat als je een box bestelt, dat er ook een deel gedoneerd wordt aan een goed doel. Ja. Dus dat vind ik ook vind ik fijn om te weten dat het goed terecht komt. Nou Kim, dan ga ik jouw box overhandigen. Heel veel plezier ermee. Dankjewel. En de hondjes natuurlijk ook. Ja. En ik zie al, die kan niet wachten. Nee. En willen jullie nou je hond verrassen of misschien wel een hond van de ander, dat is ook heel leuk. Kijk dan even op de website snuffelbox.nl.